a mitad de la dosis social, entonces me dice, mira, un Picasso más que camino con mayor, mucho, también casi cinco hombres, también escuela cinco hombres. Entonces llega a la escuela, no con hambre, entonces dormí, pasó para no hacer comida. Me trae cosas, un triste, con escuela, tengo parte, pan. La escuela, pasé mucho, también sin comida. Tem maior que não pode comprar paquete, tem maior que não pode comprar uniforme, tem maior que não pode sobreviver, nem sequer a hora que não opfanga, não pode mandar e coisas básicas que não se pide que muitos não estejam. Minha mãe tem conhecido que tem viajado, me tem a app, vou ajudar-me com comida, mas não tem nada de comer, e a gente não está realmente guardando. A mí nunca tengo que no me guarda para arriba lista para guardar para hay understand anto si no hay mes está mucho tiki okay yo tengo mamá soltera dos me tengo que ir a escuela me tengo que tra me tengo que ir me no puedo ir que me han dado una visa para un cas mes para sobra me tengo que vivir con mi mayor para 60 llega mensen met een handicap heel bonaire hebben een behoorlijke arme situatie. Ze missen informatie, ze krijgen de kans niet om informatie te krijgen en ze zijn niet bewust van de mogelijkheden. En er is een verschil met Nederland en hier, dat is eigenlijk geen gelijkheid voor de mensen en daarom moet er gelijkheid komen. Het is erg, want ze voelt onze pijn niet. Ze zitten gewoon daar en ze weten niks goed van ons. Waar maakt u zich het meeste zorgen over, dagelijks? Over eten. Om te survive voor morgen. Kijk, dingen zijn duurder geworden. Die soms moet ik rippeltje twee keer omrijden. Of benzine of eten, weet je. En vaak is eten, want we hebben geen zorgen. We lopen hier en daar. Ja, en vaak moet ik de kwart omrijden. Sommige mensen gaan vissen om te overleven, gaan mensen in de bosjes leguanen en andere beesten opeten om te overleven. Dus op een gegeven moment, ja, ik vind het een beetje raar omdat de mensen worden beschouwd hoe dat ze zijn, weet je. Dus ja, dat vind ik jammer.